Bij een ongeluk op de Keiweek is gisteren een keiloopster ernstig gewond geraakt. Het ongeval gebeurde op het Open Air Festival dat gehouden werd op het Ebbingen kwartierterrein. Het meisje is direct na het ongeluk met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Er is een meisje is van de Action Freefall apparaat gesprongen. En zij is hierbij verkeerd terechtgekomen op het luchtkussen en heeft hierbij rugletsel opgelopen. Hebben jullie enig idee hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren? Nee, ja, ze is verkeerd terechtgekomen op het luchtkussen en daar kunnen we op dit moment nog niks over zeggen. Geruchten die gaan erover dat het een meisje van buitenlandse komaf is en dat zij de Nederlandse instructies niet goed begrepen heeft. Wat kun je erover zeggen? Nee, daar is het momenteel ook nog niks duidelijk over, dus daar kan ik ook nog niks over zeggen. Bij de Action Freefall konden introductiestudenten een vrije val maken vanaf 10 meter hoogte. Hierbij werden ze opgevangen door een luchtkussen. Al snel was duidelijk dat er bij de sprong voor het meisje iets mis was gegaan, waardoor EHBO-medewerkers snel eerst de hulp konden verlenen. Ja, de EHBO was erg snel ter plekke. We hebben eerst de hulp verleend. Vervolgens was het ambulancepersoneel vrij snel aanwezig en is ze meteen overgebracht naar het ziekenhuis. Heb je enig idee hoe het momenteel met de slachtoffer gaat? Nee, daar heb ik verder geen idee van. Hè. Wat ik zeg, er is een rugletsel geconstateerd. En de doktoren moeten nog verder onderzoek doen wat er exact aan de hand is. Het keibestuur is erg geschrokken door het ongeluk. Ze doen er ook alles aan om alle betrokkenen op een goede manier op te vangen. Allereerst, ja, wij betreuren dit enorm als organisatie wat er is gebeurd. En wij zorgen ook voor nazorg van het slachtoffer en alle betrokkenen. Zo is er eigenlijk sinds het ongeluk iemand van de organisatie bij haar aanwezig geweest in het ziekenhuis. Is daar vanochtend ook weer geweest. Er is contact geweest met de keilopers, met de hogeschool waar ze zich bij heeft ingeschreven. En ook met haar ouders. En ja, wij doen er alles aan om te zorgen dat de situatie voor haar en de betrokkenen zo goed mogelijk is. Volgens het keibestuur waren de vergunningen voor de attractie in orde. De politie laat weten geen onderzoek te zullen doen naar het ongeluk.